ik vind dat een redenering in een samenleving moet zijn dat je bijdraagt, als je kunt. En bijdragen zijn heel veel verschillende manieren om dat te doen, maar werken is wel een belangrijke natuurlijk. En ik vind dat, om het plat te zeggen, iedereen die poten en oren heeft, die moet aan de slag. En dat is ook, werk is ook meer dan een loon. En daar wil ik toe komen. Ik vind dat men soms een neiging heeft om werk op een zeer negatieve manier af te schilderen, alsof het een straf is. Ja, natuurlijk is werk een loon en dat loon is belangrijk, maar werk is meer dan dat, hè. Werk is ook is een agenda in je leven, is een sociaal contact, is deel uitmaken van iets, is iets doen waar dat geen gelooft, hopelijk. En ik vind dat men op dat gebied vaak een heel klassieke visie heeft van werk. Men schuift dat eigenlijk soms af als liefst zo weinig mogelijk en men blijft altijd die tegenstelling creëren tussen de werkgever en de werknemer. Terwijl denk ik dat op alle succesvolle bedrijven is dat vandaag niet meer zo. Is die machtsverhouding totaal veranderd. En in de arbeidskrapte die je nu zit, is het soms omgekeerd. Hè? Is de werknemer die zegt, ja, ik ben hier weg. En zit dan aan de werkgeverskant met een probleem. Maar meer naar de maatregelkant zelf. Ja, het is niet te verdedigen dat werkloosheid bij ons iets is dat niet in de tijd beperkt is. En als je dat vergelijkt in Nederland, ja, er was een reden waarom er veel... met Frankrijk. De reden waarom dat veel Fransen bij ons gaan werken, is omdat... Ja, bal met moet je. En dus we hebben een goede sociale zekerheid. Ik denk op sommige momenten zou die eigenlijk zelfs iets meer genereus kunnen zijn. Maar ze mikt te breed. En ik zou het logisch vinden dat je zegt, ja, als je na 2 jaar geen job hebt, dan moet je er een aannemen. Tenzij dat je ziek bent of zo, dat is een ander verhaal. En dat wordt tot nu toe aan tegengehouden, maar niet enkel aan de Franstalige kant, hè. De vorige regering met N-VA, MR-VLD en CD&V is er ook niet doorgekomen. Dus ook aan de Vlaamse kant zijn er partijen die geen fan zijn van beperking van werklozen in de tijd. Wel, ik vind dat we dat wel moeten doen.